In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, één ware God. Amen. Welkom bij Syrisch Orthodoxe Antwoorden. Mijn naam is Efrem en vandaag ben ik jullie gastheer. We zullen het vandaag hebben over het heilig mysterie van de doop. Waarom dopen we eigenlijk mensen en wie heeft dit ingesteld? En waarom dopen we kinderen en laten we dit niet voor volwassenen die zelf een keuze kunnen maken? Deze vragen en meer zullen we nu met elkaar gaan bespreken. Bezret lelau, kadish narawotho mabu'i kul hun halleluja, eu halleluja. Het was Jezus Christus zelf die het heilige doopsel heeft ingesteld. Het mysterie van het heilige doopsel. Door naar Johannes de Doper te gaan en zich te laten dopen in de Jordaan. Johannes de Doper doopte al voordat Jezus Christus gedoopt was ter vergeving van de zonden. Maar zo zegt Johannes de Doper zelf in Lucas 3, vers 16. En Johannes antwoordde en zei tegen hen, zie, ik doop u wel in water, maar hij die na mij komt is machtiger dan ik. Hij, van wie ik het niet waard ben de riemen van zijn sandalen los te maken, hij zal u dopen in de Heilige Geest en in vuur. Toen Jezus Christus opstond uit de dood, gaf hij de opdracht aan zijn apostelen om alle mensen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hij gaf deze opdracht aan de apostelen en niet zonder reden. We lezen bijvoorbeeld in Lucas 9 vers 1 en 2. En Yeshua riep de 12 en gaf hun de macht en het gezag over alle demonen en over alle ziekten. Toen zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en de ziekten te genezen. Het is Jezus die de macht en de kracht geeft aan de apostelen. En ook bij het uitdelen van de heilige mysteriën hebben we de apostolische macht die van Jezus Christus komt nodig. Het belang van de heilige doop lezen we in Marcus, waar Jezus zelf zegt, wie gelooft en is gedoopt leeft, maar wie niet gelooft is geoordeeld. Het betekent dat de doop nodig is voor onze verlossing. En we lezen in Johannes 3 vers 5 en Yeshua antwoordde en zei tegen hem, dit is de waarheid. Ik zeg u dat als een mens niet uit geest en water is geboren, hij het koninkrijk van God niet kan binnengaan. Zonder de doop zijn wij dus niet gered. Manuch zotar tenachon shafirotho achma modithot chito. Maar waarom dopen we nu eigenlijk? Om dat goed te kunnen begrijpen, gaan we terug naar Adam en Eva. Adam en Eva mochten eten van alle bomen in het paradijs, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad. Door toch van deze boom te eten, hebben Adam en Eva zichzelf verwijderd van God. God is het leven zelf. Dus door je van God te verwijderen, verwijder je jezelf van het leven en ontvang je de sterfelijkheid. Door deze verwijdering werd de natuur van de mens corrupt en onrein. En dit is een van de redenen waarom Jezus mens werd en op aarde kwam. Jezus nam onze menselijke natuur op zich. Hij was echt mens. Maar dan perfect, zonder zonde. Door de opstanding versloeg Jezus de dood. Jezus bleef niet dood. Hij was de baas over de dood. Hij stond op en zo heeft hij de dood verslagen. En dit is nou precies wat er bij de doop gebeurt. We worden als mensen, dalen we af in het doopvont. Het sterven met Christus. We worden gedoopt met water en gereinigd en we worden weer uit het doopvont gehaald als een nieuw mens. We staan op uit de dood en we delen in het eeuwig leven. Deze spirituele wedergeboorte is dus nodig, echt nodig voor onze verlossing. De enige grote uitzondering op deze regel zijn de martelaren. Denk daar bijvoorbeeld aan de Koptische martelaren in Libië. Eén van hen was niet christelijk en nog voordat hij ooit gedoopt kon worden, nam hij Christus toch aan als zijn verlosser en hij werd daarvoor vermoord. Zijn doop was een doop in het bloed. Hij heeft zijn leven gegeven voor Jezus Christus, het hoogste offer wat wij als mensen kunnen brengen. Vanaf de 3e en 4e eeuw wordt de kinderdoop steeds belangrijker. Steeds meer kinderen worden geboren in christelijke huishoudens en ouders willen graag hun kinderen laten dopen. Vaak vragen mensen zich af of dit geen bewuste keuze moet zijn. Moeten we dan niet bewust kiezen voor God?
Natuurlijk moeten we elke dag opnieuw bewust kiezen voor God. Maar waarom kiezen we dan niet bewust voor de doop? Moeten we niet wachten tot kinderen oud en volwassen genoeg zijn om zelf die keuze te maken? Want dan kunnen we deze vraag over alles stellen. Mogen kinderen dan zelf bepalen wat ze eten? Mogen ze zelf bepalen of ze naar school gaan of niet? Zij hebben niet door wat goed is voor ze. En als je niet door hebt wat goed is voor je, betekent niet dat je geen recht hebt om dat te ontvangen. Omdat wij als ouders weten wat goed is voor onze kinderen, daarom dopen wij onze kinderen en proberen wij hen op te voeden in het licht van Christus. We lezen in de Bijbel in Handelingen 16 bijvoorbeeld over de gevangenisbewaker Filippi, die samen met zijn gehele huishouden wordt gedoopt, inclusief zijn gezin. Dat daar geen kinderen tussen zitten, die kans is eigenlijk heel erg nihil. En we lezen in Korintiërs over Stefanus, die ook gedoopt wordt samen met zijn gehele huishouden. Ook daar is de kans dat er geen kinderen zijn heel erg nihil. Als we kijken naar de lijn van het Oude Testament en kijken naar de besnijdenis, dat eigenlijk het verbond tussen Abraham en God laat zien, ging dat over kinderen van 8 dagen oud. In Colossenzen 2 vers 11 en 12 lezen we daarover het volgende. In hem, Jezus, zijn jullie besneden in een besnijdenis niet door handen, maar door het zondige vlees af te leggen, door de besnijdenis van de Christus. En jullie werden met hem begraven in de doop. En jullie zijn met hem opgestaan, omdat jullie in de kracht van God hebben geloofd, die hem uit het verblijf van de doden heeft opgewekt. Hier kunnen we zien dat het gaat over kinderdoop. Want kinderen werden in het Oude Testament na 8 dagen al besneden. En het nieuwe verbond, dat is de doop. Bedankt voor het kijken naar deze korte introductie over de mysterie van de heilige doop. We zullen in de toekomst nog een video maken die dieper in zal gaan op de doop. Er valt nog zoveel meer te vertellen over dit heilige mysterie. Vergeet niet te abonneren op dit kanaal en laat in de reacties weten wat je van deze video vond en waar je graag in de toekomst meer over zou willen weten, zodat wij daar ook een video over kunnen maken. God zegen en onthoud, ken je geloof, leef je geloof, onderwijs je geloof. Glorie aan God, nu en in de eeuwen der eeuwen. Amen.